Hey, het team is op een aantal plaatsen veranderd vorig jaar. Ik geloof dat er 7 overgebleven zijn van de Eurobasket 2015 competitie. Hoe is het als team om dan met een andere samenstelling te opereren? Is dat wennen? Stapt iedereen er gelijk makkelijk in? Nee, je ziet dat er een deel automatisme is van de jongens die er zijn overgebleven van de vorige campagne. Tegelijkertijd zie je dat je een jaar niet met elkaar samen hebt gespeeld en dat je toch weer moet wennen. Dus eigenlijk beginnen we redelijk bij nul, maar dat is niet erg. Daarvoor hebben we 6 weken om ons klaar te stomen voor de echte campagne. Ja, dat is wel een kortere periode dan vorig jaar, want volgens mij was vorig jaar de voorbereiding een stukje langer. Ja, dat klopt. Het is inderdaad iets korter, maar ik denk net zo intensief. En ik denk dat we klaar zullen zijn over een aantal weken om te pieken. Ja, precies. Wat gaat jouw rol worden in het team? Ik denk dat ik een leidersrol heb binnen het team. Een stukje ervaring kan brengen. En met het schot en met de paas voor dreiging kan zorgen aan de aanvallende kant. Ja. Zolang we maar een beetje bewegen als team. Ja, als de bal goed rondgaat, dan komen er denk ik mogelijkheden voor iedereen. En ik denk dat ons team ten goede zal komen. Ja. Wat denk je vanzelf van de kansen? Natuurlijk Duitsland, Denemarken, Oostenrijk. Duitsland favoriet. Denemarken en Oostenrijk, hetzelfde niveau als Nederland. Misschien een tikje lager. Denk je dat de kans erin zit om eerst of tweede te worden? Ik denk dat de opdracht heel simpel is. Het is 2 keer winnen van Denemarken, 2 keer winnen van Oostenrijk. En kijken of we er eentje kunnen stelen van Duitsland. Waarschijnlijk de laatste wedstrijd. Daar zal het wel, denk ik, op aankomen. In Duitsland winnen is een hele kleine kans. Maar goed, zij moeten hierheen komen. En daarna zullen we zeker proberen onze slag te slaan. Ja. Vind je het fijn om in Leiden te spelen, die interlands? Ja, uiteraard. Het Leidse publiek is altijd in grote getale aanwezig. En hopelijk komen de mensen van heel Nederland ons aanmoedigen hier in Leiden. Ja, 3 keer naar het verkochte bak zou mooi zijn. Ja, daar gaan we voor. We hopen dat we iedereen kunnen enthousiasmeren om deze kant op te komen. Dat zou en er samen een mooi feestje van maken.